Welkom bij Arnhem Report op Recesmet. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag fractievoorzitter Erik Greving van de Partij van de Arbeid. Onder meer zijn partij trok de stekker uit de coalitie. Wat gaat hij eraan doen om het beeld van de Arnhemse politiek de komende tijd weer recht te trekken? Nou, goedemiddag, ik zit met Erik Greving, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid voor het tweede seizoen van Opproces Met. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, vorig jaar spraken we elkaar ook natuurlijk. Ja. Nu weer in de recesperiode. Even deze recesperiode even iets minder politiek, kan ik me voorstellen. Wat doet u zoal even om misschien iets te ontspannen, afstand te nemen? Hoe ziet dat er dan uit voor u? Het is op dit moment gewoon ook even ontspannen. Ja. En, met mijn gezin, ja. Mijn vrouw, mijn dochter. We zijn een weekje op vakantie geweest in Italië, in Toscane, in de buurt van Umbrië. En dat is, ik ben een groot fan van Italië, dus dat is gewoon heel... En dan kun je het ook echt even kwijt. Ik bedoel, de laatste maanden, met name natuurlijk van het laatste periode, waren gewoon waren zwaar. Ja, en het is goed om dan eventjes weer de afstand te nemen en goed ontspannen. Even de rust. Ja. Maar inmiddels ben ik gewoon sinds vorige week gewoon alweer aan het werk. Ja, ook dat begreep ik. Dus, maar wel een goede vakantie gehad. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja. En, met gezin weg. Klopt. Assisi bezocht, begreep ik. Nou, Assisi hebben we de vorige keer bezocht. Ja. Maar de omgeving wel, Umbrië. Dat ligt ten zuiden van Toscane. En dat is gewoon in de buurt van Arezzo. Ja. En dat is gewoon echt prachtig. Ja. Okay. Ik ben gek op het Toscaanse landschap. Ja. En de kleine dorpjes op de heuvels. Ja. En, mooi. We hebben wel weer begonnen met werken, maar nog even geen politiek, dus toch iets rustiger als normaal. Ja. Wat zijn dan zo dingen die u doet om misschien wat ontspannen of gewoon in de vrije tijd, hoe besteedt u die? Nou, op dit moment werk ik weer gewoon en voor de rest gewoon lekker ontspannen thuis. Even in de tuin zitten, een beetje tv kijken, morgen naar Vitesse en dan ga ik met de vrienden ook even een hapje van tevoren eten, want dat begint ook weer. Dat is ook altijd vaak in? Ik heb een seizoenkaart voor Vitesse, dus ik ben al jaren een fervent Vitesse supporter. Ja. Dus ik kijk er naar uit dat morgen weer begint. Een boek lezen of zo? Ben ik niet zo'n lezer? Af en toe, maar ik merk dat ik daar vaak de rust niet voor heb, om het geduld voor heb. Films of series meer? Ik kijk af en toe gewoon wat tv. Af en toe best een goed boek hoor. Ja. En wat ik merk is, als ik een boek pak, dan begin ik ook gelijk van voor en dan lees ik hem tot achter helemaal uit. Ik kan hem niet iedere keer wegleggen. Waar houdt u dan zo van? Of wat zijn, Ik lees af en toe ook wel wat politieke boeken, maar nu is het ook vooral gewoon thrillers. En dan mag het gewoon een beetje een spannend boek zijn. Ja. En lees ik dat graag. Ja. Ja. Wat voor politieke boeken? Of ik heb bepaalde inspiratiebronnen in? Of, Ik heb van sommige PvdA'ers die schrijven boeken. De laatste van Lodewijk Asscher moet ik nog lezen. Maar die lees ik graag gewoon om te zien. Daar zit vaak ook wat de beweegreden is van mensen erachter om het te doen. Ja. En dan is het wel grappig om te zien dat je daar ook wel dingen in herkent. Ja. Dat zijn dan mensen die natuurlijk in de landelijke politiek zitten en dergelijke. Maar uiteindelijk de reden waarom je de stap maakt om in de politiek te gaan, die zijn vaak wel herkenbaar. Ja. Beetje herkennen, dat lijkt me ook mooi. Ja. Ik probeer ook wel zo'n boek juist misschien van die politiek wat verder van u afstaat. Om juist te kijken van hoe denkt zo iemand dan? Of... Natuurlijk. Je spreekt veel mensen. Niet iedereen in mijn omgeving is PvdA'er. Ik vind het altijd wel leuk om de discussie aan te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik uit een rood nest kwam. Dus als ik met mijn vader sprak, dan... Die had dezelfde kleur. Dat was een lang bad. En mijn moeder ook wel. Ja. Thuis zitten we ook wel allemaal een beetje in diezelfde politieke richting. Dus daar zitten ook geen grote verschillen. Ja. Maar natuurlijk is het goed om andere meningen te horen en te lezen in de krant. Maar ook te horen in de raad. Ja. Want dat zet je zelf ook aan denken. Ja. Als je alleen maar hetzelfde hoort en leest, dan daar word je zelf natuurlijk niet beter van. Nee, uw gezinsleven, hoe ziet dat er zelfs een beetje uit? Ik heb kinderen voor mij ook, toch? Ik ben getrouwd en ik heb een dochter, die is 15. Die gaat nu naar het mbo, die is geslaagd voor het examen dit jaar. Dit jaar. Gefeliciteerd, dank u wel. Ja.
En, dus die gaat een spannende stap maken naar het mbo, zoals het er nu naar uitziet in Utrecht. Wat gaat ze doen? Of? In Utrecht gaat ze iets doen met game design en media. En, dus ja, dat is een hartstikke spannende stap voor haar. Ja. Dat zijn we nu ook allemaal een beetje aan het voorbereiden. Utrecht ook, ze is 15. En dan naar Utrecht op en neer. Dat is toch even wat anders dan naar Malburg op en neer. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is altijd Olympus. Ja, een beetje loslaten. Ja. Ja, lastig. Dat hoort er ook bij. Ook uitdaging aankomend jaar. Ja. Dus ja, dat is mijn gezin. Wonen in een Presikhaaf. Ja. Hartstikke fijn. Mm-hmm. Dus ja. Oké, okay, helder. Dank u wel. Nou, dan maken we even stap naar de politiek dan toch. Nou, afgelopen jaar is natuurlijk een hoop gebeurd, maar als ik u gewoon al eerst gewoon open vraag van wat zijn dingen waar u trots op bent? Wat u uit de Arnhemse politiek dit jaar, misschien van uw partij of algemeen, maar waar kijkt u nou tevreden op terug? Nou ja, we kijken terug vanaf de vorige zomer. Hè, dus ik ben zelf... Ja. Blij me met dat er echt wel stappen ook gezet zijn als we het dan hebben over het coalitieakkoord. Mm-hmm. En dan kijk ik met name natuurlijk naar werk van de Partij van de Arbeid. Arbeid is dat daar dit jaar echt stappen gezet zijn. Mm-hmm. Doorbraak naar werk is vastgesteld. We hebben zelf bij de begroting ook moties kunnen aannemen om, als we het hebben over duurzaamheid, waar we natuurlijk nu heel veel mee doen, maar ook als je nu de discussie in de zorg ziet, van koppel daar nou ook banen aan. Er is een vraag naar banen in de zorg. We hebben problemen in de zorg. Kijk nou of je mensen kunt omscholen samen met zorginstellingen, met opleidingsinstituten en met de gemeente, of je dat kunt doen. Ja. Nou, die moties die zijn aangenomen of overgenomen, dus daar wordt een slag gemaakt. Datzelfde heb je natuurlijk met duurzaamheid. En dan heb je het nog niet eens zozeer over het nadenken, maar... Ja, misschien ook... nog even daarop in dat is wel heel actueel, hè? De baan in de zorg natuurlijk. Afgelopen was Rijnstaat ook weer eventjes dicht, hè? Omdat de spoedeisende hulp daarvan. Hè? Uiteindelijk met als oorzaak toch vooral personeelstekort. Ja. Er blijkt ook veel ziekenhuizen, niet alleen in Arnhem, maar in de hele omgeving wel met een aardig tekort kamp inderdaad. Dat lijkt me een groot probleem inderdaad voor de komende periode ook nog wel. Ja, nee, natuurlijk is dat een probleem. Wij waren op werkbezoek bij een zorginstelling en die gaven het zelf ook aan van dat het moeilijk is om mensen te vinden. Die gaven zelf aan van het is een voorbeeld in andere regio's waarin ze echt met onderwijsinstellingen, zorginstellingen en de gemeente gezamenlijk gekeken hebben van hoe kun je nou zorgen dat zij in stromers... omgeschoold worden om in de zorg aan het werk te gaan. Mm-hmm. Ja, dat zijn kansen die we moeten pakken. Want dat is goed voor de mensen, dat is goed voor de zorg. Het zijn denk ik hartstikke mooie banen, eervolle banen. En wat kunt u als gemeente daar concreet in betekenen? Nou ja, we hebben natuurlijk een heleboel mensen die op dit moment niet aan het werk zijn. Mm-hmm. Dus daar zou je kunnen kijken of je kunt herscholen. Je ziet uiteindelijk de mensen die uiteindelijk vanuit de WW naar de bijstand komen. Mm-hmm. Je weet uiteindelijk als het goed is, dan gaan we nu ook met doorbraak naar werk. Zorg je dat je weet wat de mensen kunnen. Ja. En dan kijk je of ze geschikt kunnen zijn en of ze het willen. Hè? Want uiteindelijk moet je een baan leuk vinden. Is dat reëel, denk je? In die pool zijn er voldoende mensen die inderdaad die kwaliteit hebben om... goede zorgmedewerkers te worden? Nou ja, dat kan in die pool zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat de mensen die nu instromen, er zitten misschien best mensen in zo'n pool, met name de mensen die wat lastiger doorstromen. Niet iedereen is geschikt om te werken in de zorg. Nee. Dat is ook logisch, niet iedereen is ook geschikt in de techniek. Maar je kunt wel als gemeente, heb je een beeld van de mensen, dus je kunt daar zeker een rol in spelen, denk ik, om te zorgen dat je, kun je het alleen als gemeente natuurlijk niet, uiteindelijk moeten die mensen werken bij een zorginstelling, maar ik geloof zeker dat je er een rol in kunt spelen en als je met z'n drieën kijkt of je daar iets in kunt betekenen, dan kan dat win-win zijn. Lossen we daarmee het probleem voor het werk in de zorg op? Ja. Nee, maar kunnen we aan twee problemen, namelijk dat wij mensen aan de kant hebben zitten en het feit dat je mensen zoekt in de zorg, iets doen? Nou, dan moet je die volgens mij met twee handen oppakken. Ja. En gelukkig gaat het college dat ook doen, op initiatief van de Partij van de Arbeid. Ja, precies. Ja, want er liggen inderdaad wel plannen van uw PvdA-wethouder ook, om flink in werk te investeren. Kun je dat nou misschien nog toelichten? Wat gaat u daarin doen de komende tijd? Of bent u al aan het doen? Nou ja,
Een van de belangrijkste punten in mijn ogen in het coalitieakkoord was zorgen. We hebben in Arnhem vrij veel mensen die werkloos aan de kant zijn, of vrij veel, gewoon veel. Mm-hmm. En we doen het daarin ook gewoon slechter dan landelijk. Dus als je kijkt, het gaat economisch beter, dan zou je verwachten dat je ook ziet dat er gewoon meer mensen aan het werk komen. Gebeurt dat ook wel, mm-hmm. maar we doen dat minder goed dan landelijk. Mm-hmm. Sowieso is de groep gewoon groter. Het was juist als om het beter te gaan doen dan landelijk eigenlijk. Hè? Dat is wat u afgesproken heeft eigenlijk in het akkoord. We hebben gezegd, we willen in ieder geval die landelijke trend. Ja. En we willen daarbovenop 500 mensen extra aan het werk helpen. Ja. En dat is een hele grote uitdaging. Mm-hmm. Een hele grote uitdaging ook voor wethouder Lauwers om daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Het doorbraak naar werk is een plan wat in ieder geval, we moeten in ieder geval wat anders doen. Want de ambitie is al wel eens vaker uitgesproken, ook in vorige periodes, om daar wat aan te doen. Iedereen is het er ook over eens dat we er iets mee moeten doen. Dus je moet ook daadwerkelijk iets anders doen. En wij denken met de plannen, ook in de wijken, dicht bij de mensen, dat je de mensen ook goed begeleidt. Ja. Niet alleen meer op het moment dat je ze begeleidt naar werk, maar misschien ook wel daarna. Want je kunt iemand wel aan de baan helpen, maar als die 2 maanden later weer terug is, dan heeft het ook niet goed. Ik probeer kort en helder uit te leggen wat er nou in deze plannen zit, dat u er vertrouwen in hebt dat het succesvol gaat worden. Ja, de werkwijze wordt anders. We gaan dichter bij de mensen begeleiden. Mm-hmm. Het is inderdaad ook, en de begeleiding vindt ook echt plaats van dat je iemand een baan zoekt tot iemand die een baan heeft. Mm-hmm. Er wordt ook op dit moment zijn inkomensconsulenten, de mensen die adviseren als het, of ondersteunen als het gaat om inkomen. Mm-hmm. En bewoners die of medewerkers die ondersteunen als het gaat om naar werk. Dat zijn nu 2 aparte dingen. Die worden samengebracht. Dus dat als iemand advies krijgt over inkomen, over de bijstand en dergelijke, wordt er ook gelijk naar werk gekeken. Want uiteindelijk is de beste manier om uit een uitkering te komen, is gewoon een baan. Dus daar zit een verandering in. We hebben natuurlijk de wijken waar we actief werken. Dus het gebeurt ook dichter bij de mensen, gaan we de mensen begeleiden. En we gaan de mensen ook gewoon langer begeleiden. Dus dat zijn veranderingen. Dat zijn veranderingen die ook wel iets betekenen voor de medewerkers natuurlijk bij de gemeente, die dat anders moeten gaan doen. Ik ben ook blij dat wij daar nog in die zin iets aan hebben kunnen bijsturen. We waren heel blij met het plan. Maar het risico is straks dat mensen met een uitkering, die krijgen allemaal toeslagen. Mm-hmm. En die houden netto iets over. Dat als ze straks een baan krijgen en ze verdienen net iets meer, dat ze een deel van die toeslagen kwijtraken. En daardoor onderaan de streep wat minder overhouden. Dat heet de armoedeval. Dus blij dat het college op initiatief van de Partij van de Arbeid ook zorgt om daar in ieder geval een onderzoek naar te doen. Want het belangrijkste is gewoon dat werken loont. Mm-hmm. Werken zorgt ervoor dat je een bijdrage levert. Werken is goed voor jezelf. Mm-hmm. Werken zorgt dat je dat je weer sociale contact op doet. En werken moet ook gewoon zorgen dat je gewoon een beter inkomen hebt. Ja. En dat je het gewoon beter hebt. Ja. Uiteindelijk dat mensen nuttig zijn. Hè? Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Je zou er ook anders over kunnen nemen. U gaat nu echt mensen ook een beetje bij de hand nemen. Mm-hmm. Van aan en juist dichterbij. En proberen aan het werk te krijgen. Ja, je zou ook kunnen denken, dat zijn dan ideeën die bijvoorbeeld meer van een soort van basisinkomen. Geef mensen nou wat geld en bemoeien vooral niet met ze. En dat werkt misschien ook wel heel goed. Misschien juist een beetje het omgekeerde van wat u voor een deel nu gaat doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat het basisinkomen is denk ik niet een vervanging voor werk. Kijk, we krijgen straks wel te maken met dat misschien met name lage lonen worden heel veel. Nee, dus juist het idee dat mensen juist nuttig worden en werk gaan doen daardoor. Maar daar ben ik maar juist van bemoeien vooral niet met ze. Ja. Dat is een beetje, of geef ze in ieder geval dat geld en dus zonder verder druk. Ik zie het basisinkomen wel als alternatief voor. Wat je ook wel eens hoort is het straffen als je een uitkering hebt. Mm-hmm. Van als je geen baan zoekt, dan, dan gaan we je korten op je uitkering. Mm-hmm. Het basisinkomen is van zorg dat iemand een fatsoenlijk minimum heeft. Mm-hmm. En van daaruit wordt hij gemotiveerd. Want ik ben daar ook voor. Ja. Ik bedoel, ik zie ook niet in dat we mensen moeten gaan straffen en dat de manier is om mensen aan te hebben. Ik denk namelijk dat in essentie iedereen graag nuttig bezig is. Of dat nou een baan is of vrijwilliger is. Natuurlijk is er een deel die komt niet meer aan het werk of die wil niet werken. Maar volgens mij moeten we ons beleid baseren op de mensen die het wel willen. Wat ook gewoon grotendeels de grote groep is. En niet op de mensen die kwaadwillend zijn.
Het basisinkomen is het natuurlijk nog niet. Er zijn wel experimenten mee om te kijken of je wat minder regels aan de uitkering kunt stellen. Ja. Of dat motiveert om mensen aan het werk te helpen. Dat zou je kunnen experimenteren. Dat zou je ook lokaal kunnen doen als je dat zou willen. Daar hebben we in Arnhem ook over gehad. Dat vind ik hartstikke goed. En ik vind namelijk dat je alles moet doen om mensen iets zinvols in hun leven te kunnen doen. En misschien komt er een tijd waarin het basisinkomen en kan daar een heel goed middel voor zijn. Maar op dit moment hebben we geen basisinkomen. Nee. En hebben we zouden minder regels aan de bijstand kunnen stellen, bijvoorbeeld. Maar het werkplan is niet gebaseerd op van we gaan mensen straffen, regels stellen aan de uitkering, zodat we mensen naar een baan dwingen. Voor mij is het werkplan echt bedoeld om van hoe kunnen we mensen helpen om die zin. En dan gaat het niet alleen om de mensen, het laaghangend fruit, de mensen die eventjes werkloos zijn en misschien heel snel weer aan het werk. Dat zijn de makkelijke. Maar er zit in die groep mensen zitten ook mensen die heel moeilijk begeleidbaar zijn, hè? Die een rugzakje hebben. En het gaat met name ook hoe kun je die mensen helpen om weer aan werk te komen. Ja. En niet te straffen naar werk, maar te helpen naar werk. Helder. Oké, dank u wel. Dan ook nog even kijken naar de huidige situatie, de bestuurscrisis waar we op dit moment in zitten. Een aantal weken voor het reces heeft u zelf natuurlijk, de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks, aangegeven de samenwerking te willen beëindigen op dit moment met de coalitie. En in die situatie zitten we natuurlijk nog steeds. Ja. Allereerst ook even als we, die discussie gaat natuurlijk ook veel over toon, bestuurscultuur, samenwerking, dat soort zaken. Ja, als je ook kijkt naar de dingen die daarna ook gezegd worden over en weer, verschillende uitspraken gedaan. En meneer Koenen zegt van partijen zijn meer uit op frustreren van processen, niet met leiden van de stad. Meneer Van der Laken die zegt van het is een wespennest, er worden personen ingehakt, wil om samenwerken ontbreekt. Er zijn nog wel meer quotes van allerlei kanten die in ieder geval erop duiden dat de sfeer niet zo prettig is onderling. Is dat eigenlijk ook nog wel een leuke plek om te werken, die Arnhemse gemeenteraad, als je dat zo ziet en hoort allemaal? Laat ik vooropstellen, ja. Ja? Okay. Politiek is leuk en politiek is gewoon om iets te kunnen doen voor de stad, is gewoon hartstikke leuk. Dus is de Arnhemse raad leuk om in te werken? Ik merk wel dat, en dat vind ik ook jammer, als je wel eens hoort dat mensen er wel eens tegenop zien om naar een raadsvergadering te gaan van goh, wat gaat er vanavond weer gebeuren? Dat is niet goed. Nee. En dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Je wilt er uiteindelijk met zin heen. Het is altijd weer een dun lijn. Ik vind dat in een raad hoort politiek debat te plaatsvinden. Dus je hoort ook, we zitten daar omdat we van mening verschillen. Als we het allemaal met elkaar eens waren, dan waren we ook niet nodig geweest. Nee, er was één partij nodig geweest. Dus we zitten daar met de gratie dat we het ook met elkaar oneens zijn. Ja. Dat we het met elkaar oneens kunnen zijn. Alleen dan nog steeds moet je het wel met elkaar doen. En in het rapport van professor Frisse is daar ook iets over gezegd. Je kunt dat vijandig doen en je kunt dat ook in andere stijlen doen. En daarin hebben wij wel een slag te winnen. Het moet niet zo zijn dat raadsleden opzien tegen een debat. Nee. Je moet er uiteindelijk. Nee, waar zit dat dan in? Dus want het is natuurlijk best heftig als je met tegenzin naar je werk gaat of nou politiek is of niet. Maar dat is niet prettig. Nee. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat is uiteindelijk, dat is toch de stijl die je af en toe ziet in de raad. Dus een stijl die er soms. Ik vind ook, politiek heb je nodig, maar de politiek moet niet het doel zijn. Het doel moet uiteindelijk zijn om de stad vooruit te helpen. En ik denk dat alle 39 raadsleden, als je ze alle 39 zou interviewen, zullen dat allemaal beamen. Ja. En op een of andere manier. Ja, nee, doen we het toch niet goed. In die zin. Ik interviewde geen 39, maar wel 12 deze periode. En die zeggen we het niet allemaal gehad. Maar iedereen zegt ik wil het beter. En dat gebeurt niet. En na het rapport van Frisse heeft het grootste deel van de mensen het ook gezegd. Kijk, de een heeft zich er meer in herkend dan de ander. Ja. In het rapport en in de bestuurscultuur. Ja. We hebben daar ook kritisch naar onszelf gekeken. Ik vind namelijk, als je kritiek uitgaat, moet je ook gewoon naar jezelf kunnen kijken. Wat doe je daar zelf niet goed aan? De Partij van de Arbeid heeft in het verleden natuurlijk ook. En dan hebben we het, denk 8, of dat is inmiddels 12 jaar terug.
ook het verhaal gehad, hè, dat we een machtsblok waren en heel dominant was. Ja. Dus in die zin, moeten we ook naar onszelf kijken. Hebben wij daar ook geprobeerd in een andere rol te vinden, zowel in de oppositie in de afgelopen 8 jaar. Ja. En ook nu. Ja. Maar ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat met de stap die wij gezet hebben, hebben we natuurlijk ook weer bijgedragen aan de verslechtering van de bestuurscultuur. Dus ook daarin, dat is wel de afweging die door de situatie waarin we nu zitten. Ja. Ja. Nee, dat is daar ben ik me heel erg van bewust. Dat rapport Frisse wordt natuurlijk misschien op verschillende manieren tegen aangekeken. Kijk, bepaalde partijen werd ook wel heel erg Zwarte Piet toegeschoven destijds natuurlijk, hè, wat misschien ook wat gevoelig ligt. Maar toch wel het gevoel met andere partijen die ik spreek, dat uiteindelijk gewoon de kern van de adviezen die erin staan van Frisse voor mij wel door iedereen omschreven worden of onderschreven worden. Ik heb nog niemand gehoord die zegt van nou, daar staan we helemaal niet achter. Maar toch verandert het niet. Nee. Want op zich alle quotes die je net noemt, worden niet voor niets gezegd. Dus ja, iedereen herkent zich, maar blijkbaar bijna een teken van een slechte bestuurscultuur, toch? Als dat ze over en weer geroepen worden natuurlijk. Dus ja, daar zijn we met z'n allen uiteindelijk, alle 39 bij, om dat daadwerkelijk te veranderen. Ja. Niet alleen te zeggen, een rapport onderschrijven is makkelijk. Ja. Alleen, we zullen allemaal in de spiegel moeten kijken en het ook anders willen doen. Nou ja, En deels gebeurt dat en deels gebeurt dat gewoon niet. Want, en er echt aan werken, denk ik. Want ik heb met een aantal collega's van u over gesproken. En wat mij opviel, en dat zal u misschien ook kunnen bevestigen. Maar ik heb op een gegeven moment begonnen de vraag te stellen van ja, hoe vaak heeft u afgelopen jaar als politiek of zelf, maar gewoon met de fracties bij elkaar gezeten. En rapporten nog eens bijgepakt van goh, wat stonden er ook weer voor adviezen in. En zijn we nog op de goede weg? Hoe vaak is dat gebeurd? Nou, ik heb het rapport de laatste tijd wel weer eens een paar keer bijgepakt. Zelf zo een keer. Zelf, ja, met elkaar. Partij. Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben het er wel over gehad. Ja. Je merkt ook, we hebben een presidium. Dat zijn we daar. Dat is een overleg van de fractievoorzitters. Ja. Daar is het wel een paar keer over de cultuur gegaan. En daarin wordt ook af en toe op een terugblik op een debat. Als een debat toch wat, als men zich wat stoort aan wat gebeurd is, dan wordt er ook wel op aangesproken. Mm-hmm. Ik merk zelf wel dat we ook wel proberen, en dan heb ik het gewoon over onszelf, om ook inderdaad partijen op te zoeken, partijen ook ons opzoeken, om samen dingen te doen. Ik moet zeggen, ik heb met, toen ik hierop voorbereidde, en ik dacht van nou ja, je kan over de dingen die slecht gaan hebben, maar ik heb bijvoorbeeld heel prettig met Guus van der Laak van Arnhem Centraal gewerkt aan de motie over burgerparticipatie bij de afgelopen begroting. Die hebben samen opgesteld, die hebben zij ingediend. Ja. En daar komt nu een werkgroep uit hoe we uiteindelijk bewoners beter bij politiek kunnen. Ja, dat vind ik prachtige samenwerkingen. Die gaan over coalitie-oppositie heen. Ja. En dat is samen aan een stuk inhoud werken. En het samen dan ook in de raad verdedigen om te zorgen dat je daar een meerderheid voor krijgt. Ja. En dat. Dus ja, daar zijn best goede dingen te zien. Hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Maar dat we daar absoluut nog niet zijn, dat mag duidelijk zijn. Nee er was ook teruggelezen in het rapport van de informateurs, dat mevrouw Van Nunen, die er ook met u bij zat. Daar. Of was er zelf was op vakantie voor mij, niet? Klopt dat? Nee, mevrouw Van Nunen en ik hebben dat gesprek gedaan. Samen erbij. Ja. Mevrouw Van Nunen net zei van dat er ook niet direct over dat rapport gesproken is. En dat achter ons was dat D66 zich nooit heeft willen herkennen. De gevoeligheid was erg groot. Dus dat ook een beetje reden is. En dat rapport misschien het is niet tot stand kan komen. In de coalitieonderhandeling is het want daar gaat volgens mij die quote over. Ja. Is het niet aan bod geweest? Nee. En is daar niet over gesproken? Wel was dat natuurlijk. Hè, waren er 3 partijen die in de oppositie zaten. Die heel nadrukkelijk ook die motie toen de tijd waar het hele onderzoek uit voortgekomen is gesteund hebben. Mm-hmm. En D66, ik denk ook dat het goed is dat je een coalitie weer maakt. Dat is tenminste wel het idee geweest. Mm-hmm. Die over de partijen heen. D66 was natuurlijk wel een van de partijen waar de bestuurscultuur in negatieve zin aanhing. Mm-hmm. En als je dan vervolgens een coalitie hebt met alleen maar partijen die het anders doen, ja, dat is toen ook. Je moet daar ook partijen in hebben die er onderdeel van maken, zodat je een brug slaat tussen partijen die daar onderdeel van zijn en die daar op een andere manier onderdeel van zijn. Ja, je moet het met z'n allen doen. Je moet het met z'n allen doen. Dus in die zin heb je het erover, is het een coalitie die dus deels de partijen die het heel erg onderschreven, het rapport, en een partij ook die dat minder had en die onderdeel uitmaakte van de coalitie, die daar natuurlijk in het onderzoek heel nadrukkelijk is genoemd, wel bij elkaar gebracht. Ja. Ja, achteraf is gebleken dat wel heel moeilijk bleek. Ja. Ja, initiatief van de bestuurscultuur te verbeteren, stuit er nog steeds op weerstand. Er komen daardoor niet van de grond.
Dat stond ook in het vlag van wat u het gesprek met u had. Dat is ook zo. En dat zie je ook. En ik denk ook dat er partijen zijn die zich daar gewoon, en dat zijn de partijen die toentertijd in de coalitie zitten, die zich daar gewoon minder in herkennen. Mm-hmm. En dat is in het debat toentertijd over het rapport zelf, heb je dat gezien, is daar weinig zelfreflectie op geweest. En dat is nu natuurlijk nog steeds zo. Als we dan kijken naar de belangrijkste adviezen een beetje zo uit dat rapport, je had kunnen kijken van nou, hoe staan we ervoor op dit moment, of misschien kunnen we daar een beetje op beschouwen. Fris noemt een aantal dingen, maar onder andere heeft hij over de rol van de gemeenteraad daarin, hè, dat hij meer zijn rol zou moeten pakken, meer debat in de raad onderling, minder alleen met het college. Hoe ziet u dat advies? Heeft de raad een stap in gemaakt of nog niet? Nou, wat je wel ziet, is dat de gemeenteraad, hè, er komen minder raadsvoorstellen vanuit het college. Mm-hmm. Op dit moment. Er is veel meer komen er van die raadsbrieven en die agendeer je zelf. Of wat natuurlijk nog wel meer kan, hè, dan kijk ik ook naar onszelf, is zelf gewoon echt een onderwerp agenderen. Het hoeft niet alleen maar uit het college te komen. Mm-hmm. Dus in die zin gebeurt dat, ja. Mm-hmm. Aan de andere kant, kijk, ik vind dat de raad inderdaad een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Mm-hmm. De raad moet zelf agenderend zijn. De raad is het hoogste orgaan. Mm-hmm. En de raad stelt de kaders en controleert het college. Maar met name in die kaderstellende rol is het heel goed als je zelf initiatieven neemt als raad. Mm-hmm. En niet alleen maar kijkt naar wat er uit dat college komt en daar maar op reageren. Ja. Ja. Dat kunnen we nog steeds beter doen. Ik denk dat we nog niet heel veel initiatiefvoorstellen hebben gehad in het afgelopen jaar. Nee. En een van de dingen, ik gaf aan het begin aan dat dat je in zo'n periode waarin er even geen raad is nadenkt over van nou ja, wat zou je volgend jaar willen doen, is dat ook wel gaan doen. Ja. Meer de rol als raadslid pakken. Van. En zelf ook initiatief nemen. En dat bedoel ik in de positieve zin. Gewoon op inhoud, een initiatiefvoorstel. Ja. Of wel hebben we heel veel moties vreemd gehad. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk ook initiatieven die vanuit de raad komen, die niet vanuit het college komen. Ik bedoel, dat was uiteindelijk een heel stuw meer die we bijna niet meer weggekregen. Ja, dat is dus een ander probleem eigenlijk. Dat is een ander probleem. Ja. Ja. Maar dat is positief. Dus je ziet daarin wel een beweging dat de raad meer zo'n rol pakt. Maar dat kan natuurlijk nog wel meer. Ja, dat komt in een beetje voor. Dat de gemeenteraad eigenlijk sterker zou moeten staan in het rapport Frisse. Dat, het was een hele wethouderscultuur eigenlijk. En de gemeenteraad moet daar meer zo'n rol pakken. Maar goed, daarvoor geeft u aan, dat kunnen we meer gaan doen. Dat kunnen wij ook. Maar dat is een van de dingen waarvan ik ook naar onszelf kijk. Hoewel ik ook gewoon vind dat een krachtig college moet gewoon ook met zijn voorstellen komen. Tuurlijk. En zelf brengen wat ze brengen. Zodat we in die controlerende taak op de voorstellen van het college ook gewoon goede debatten kunnen voeren. Ja, meest voorstellen dat van het college komen. Dat hoort ook. Ja. Ja. Dualisme spreekt Frisse ook over. En die is natuurlijk ook wel, in ieder geval opvallend, maar ook met de huidige crisis die er nu is. Hè, omdat eigenlijk ook uw fractie in GroenLinks, maar andere fracties hebben dat wel beeld onderstreept. Hè, van D66 die te dualistisch is eigenlijk, hè, te veel oppositie voert, wordt het dan genoemd vanuit de coalitie. Ja. En daarin eigenlijk te fel is richting het eigen college of richting andere partijen. Tegelijkertijd is het wel zo dat Frisse ook al zegt van, die heeft ook over dualisme. En zegt van, het staat niet gelijk aan niet communiceren. Je moet niet alleen naar smalle meerderheden kijken, maar bredere, wisselende meerderheden misschien wel. Geen dichttimmerde akkoorden. Dus die geeft juist wel aan dat het dualisme ook wel goed is en wel gezond is, zeg maar. Je kunt altijd hebben van welke mate en welke toon en dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat D66 dat nu wel anders doet dan de vorige periode, zeg maar. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ik denk ook dat mevrouw Anderweg dat ook zelf gezegd heeft. Ja. Hè? Ze hebben een dualistischere houding aangenomen dan in de vorige periode. Ja. Ik geloof dat ook haar woorden waren in het debat naar aanleiding van de breuk. Ja, en is ook een van de adviezen wel in dat rapport. Hè? Ja. Tuurlijk is dualisme heel belangrijk. En ik gaf net het voorbeeld van zo'n motie die over burgerparticipatie, waarin je over partijen heen gaat en samenwerkt. En dat losstaat van oppositie-coalitie. Mm-hmm. En dat je op een goede manier samenwerkt. En dat ik vind ook dat je kritisch moet kunnen zijn, of moet zijn, niet kunnen zijn, maar moet zijn. Mm-hmm. Op het college als dat nodig is, op de punten die voor jou belangrijk zijn. Dat is je rol als raadslid, of je nou in oppositie of in coalitie zit. Mm-hmm. Alleen ik vind wel dat je moet laten zien dat je met elkaar iets wil bereiken. Zeker op het moment dat je een akkoord hebt met weinig afspraken. Mm-hmm. Waar het debat dus ook heel veel ruimte voor dat andere debat laat. Ja. Betekent uiteindelijk wel dat op de afspraken die je hebt, dat je ook wel met elkaar dat moet uitstralen. Ja.
En dat wil niet zeggen, kun je daar dan niet dualistisch... Tuurlijk moet je daar ook dualistisch op zijn. Nogmaals, de hele uitwerking. Een afspraak is 3 zinnen in een coalitieakkoord. En de uitwerking is een heel voorstel. Dus daar kun je met elkaar prima een debat over hebben. Alleen je hebt wel met elkaar de afspraak. En dat wil je met elkaar doen. En daarin heb je af en toe gezien, vind ik ook, dat daarin slaat het ook door. En dualisme houdt wel in dat je je rol als raadslid heel goed pakt. En ik denk ook dat dat bedoeld is. En dat gaat zowel over de sprong coalitie-oppositie. Ja. Dat houdt ook in op je controlerende rol op het college. Mm-hmm. Alleen realiseer je wel dat je met elkaar ook iets probeert te bereiken. Mm-hmm. En dat doe je met de hele raad. Dat doe je met de partijen met wie je samenwerkt. En dat doe je ook in een coalitie. Ja. En dat was dus in dit geval met de coalitiepartijen. En daar hebben we af en toe echt in gezien dat hij dat dualisme dus in doorsloeg. Ja. Dus dat dualisme mag van u wel op de inhoud. Je mag van mening verschillen ook op college voorstellen. Tuurlijk. Alleen zeg van, het schiet wat door. Het gaat er ook wel om de toon en de uitstraling die je met elkaar hebt. En dat hebben we natuurlijk, dat begon een beetje bij de begrotingsbehandeling van deze periode. Of de periode waar we het nu over hebben. Ja. Daar hadden we het over hoeveel geld je nou reserveert voor als iets wat tegenvalt. Mm-hmm. En als je daarin dan de stijl ziet, tegen uiteindelijk ook een wethouder van je eigen college, mag je daar kritisch op zijn. Ja, mag je er misschien ook nog wel anders over denken. Mm-hmm. Maar de manier waarop betekent uiteindelijk wel dat je dat straalt niet uit. En dan zie je ook dat mensen buiten de stad denken van weet je, de grootste oppositie komt vanuit de coalitie. Ja. Dat is ook wel vreemd als je met elkaar wel iets probeert te bereiken. Mm-hmm. En die beeldvorming moet wel kloppen. Maar waar ligt er nu de grens? Als je een voorbeeld is, zeg van daar schoot het voor mij eroverheen. Dat is het voorbeeld waar het begon. Waarin je het echt zag dat met name in dit geval dus inderdaad D66 met 2 benen tegen wethouder Paping in sprong. Mm-hmm. En waarvan ik denk van dat had dus inderdaad wel een paar tandjes minder gekund. Ja. Even los van dat je het punt best mag maken en dat je daar kritische vragen over kunt stellen. Mm-hmm. Je ziet het ook in de hoeveelheid vragen die gesteld worden. Mm-hmm. We mogen als raadsleden mogen we vragen stellen. Mm-hmm. Ik heb in de vorige periode gebeurde dat ook bij een begroting en dan kreeg je een bundeltje. Nu, ik geloof dat bij de perspectiefnota was uiteindelijk de bundel met beantwoording van vragen was meer dan de hele perspectiefnota zelf. Mm-hmm. Dat zijn dingen waarvan ik denk, moet dat nou? Oftewel, dualisme, natuurlijk. Ja. Wij zijn als raad, maar kijk wel hoe je dat doet en vanuit welke positie je dat doet. Dat lijkt misschien een van de belangrijkste punten wel, en dat haakt hier denk ik ook op in. Maak politiek minder persoonlijk, zegt Frisser. Ja. Dat lijkt nog niet zo heel erg te lukken, denk ik. Dat gebeurt op wethouders, dat gebeurt in de raad. Het is natuurlijk is politiek ook wel personen. En hangt soms ook politiek de bestuurscultuur wel aan personen. Maar uiteindelijk moet politiek gaan over de inhoud en horen de verschillen gewoon bedebatteerd te worden. Ja. En nogmaals, daar hoort verschillen in, want dat is de gratie waarom we daar überhaupt zitten. Mm-hmm. Gelukkig maar. Mm-hmm. Ja. Maar het hoort niet op de persoon te gaan. En men zegt wel eens over politiek, van hoe kan het toch dat je een stevig debat hebt gehad en dat je daarna met elkaar een biertje staat te drinken. Maar dat moet dus ook. Dat zou moeten, Dat moet ook. Kan ik dat dan onvoldoende op dit moment? Dat is op dit moment onvoldoende. En ik hoop als iets deze breuk veroorzaakt heeft, dat veroorzaakt natuurlijk veel onrust. Ik realiseer me ook, het betekent weer heel veel voor de stad. Maar ik hoop dat we nu ook echt daadwerkelijk, dat het een spiegel voorhoudt. En aan iedereen, ook aan mezelf. Ja. Die spiegel hou ik mezelf ook gewoon voor. Om dat daadwerkelijk anders te gaan doen. Ja. Ja, en daarna gewoon weer op de inhoud. Ik hoor het besef dat bij u ook wel doorklinken, maar los van wat nou verstandig is en wie de schuld is en wat dan ook. Maar voor de Arnhemse burger, dat toch weer ziet van, die leest wat er over weer gezegd wordt. En dat u toch weer niet verder kan omdat toon, inhoud, mensen niet met elkaar kunnen, relaties niet goed zijn. Dus ook zo van jongens, los het een keer op met elkaar. Hè? Maar dat is ook zo. Ja. En ik vind het af en toe
lastig. Ik vind het altijd belangrijk om goede contacten te hebben. Ja. Ik ben over het algemeen qua persoonlijk niet iemand die overal met twee benen invliegt. Dat ben ik nooit geweest in de politiek. Mm-hmm. En toch merk je dat je er onderdeel van bent. Want ik realiseer me heel erg nu dat je met de breuk die we gezet hebben, dat je dit beeld weer neerzet in de stad. Het beeld van de politiek geen goed doet. En het beeld gewoon niet goed is. Nee. Maar ja, uiteindelijk weeg je het wel af tegenover waar je uiteindelijk voor staat. Mm-hmm. En heb je gewoon je idealen. Mm-hmm. En als ik voor één ding in de politiek zit, is het voor de idealen. Mm-hmm. En wat die idealen betekenen voor de mensen in Arnhem. Mm-hmm. En vond ik die stap onvermijdelijk. En hoop ik uiteindelijk dat er iets goeds uitkomt. En dat we van daaruit ook die verbetering kunnen krijgen. Laten we dat inderdaad hopen. Toch op dit moment is het kwartaals gewoon natuurlijk dat twee informateurs een paar weken aan de slag zijn geweest, iedereen gesproken hebben, sommige mensen misschien wel vaker gesproken hebben. En zeggen van de situatie was zo lastig dat we op dit moment geen reële oplossingsmogelijkheden zien. Dus, ze moeten er nog mee komen natuurlijk. Dat was natuurlijk de tussenstand voor ze met vakantie gingen. Ja. Het liefst hadden ze natuurlijk al een concreet advies gegeven. Ja. Dat is nog niet gelukt. Op basis van de gesprekken zeggen ze van we zien nog even niet iets wat op korte termijn succesvol zou kunnen zijn. Nee, maar misschien dat het kort na het proces wel lukt. Uiteindelijk zullen ze natuurlijk met een advies komen. Ja. En hebben ze aangegeven dat het heel ingewikkeld is. Ja, dat realiseer ik me ook. Mm-hmm. Het is heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk zullen we op basis van advies van hun. Mm-hmm. En daar zullen ze nu mee komen. Ik hoop dat ze genieten van een welverdiende vakantie. Mm-hmm. En als er een advies komt, gaan we daarmee verder. Ja. Wat acht u zelf op dit moment? Ik wil wel heel erg oppassen om vooruit te lopen op wat de verkenners doen. Kijk, mm-hmm. ik kan wel aangeven, wat wij aangegeven hebben is, met GroenLinks kunnen wij heel goed samenwerken. Wij denken ook, zeker als je vanuit het verleden kijkt, dat we met VVD goed kunnen werken. We hebben andere partijen in de raad waar we prima mee kunnen samenwerken. Mm-hmm. Ik denk aan de ChristenUnie en Arnhem Centraal. Mm-hmm. D66 is lastig gebleken in deze periode en die lijkt heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moeten we afwachten waar het advies mee komt. Ja. En van daaruit moeten we verder. Ja, oké. Okay. Helder, dank u wel. Vorig jaar hebben we elkaar natuurlijk ook gesproken. We hebben een aantal dingen besproken. Een aantal voornemens ook. Stadsdag bijvoorbeeld, die had het toen gehad voor de coalitieakkoorden. Dat de burger naar het stadhuis mocht komen om mee te praten. Dus dat moeten we vaker doen. Dat is niet gebeurd. Rondom de begroting hebben we hem wel gehad. Ja, het zijn wel, misschien niet zoals toen, maar het is wel wat geweest. Maar onvoldoende vindt u? Ja? Nou, ik zou daar echt meer mee willen doen. Hè. We hebben die dag gehad rondom de begroting. Die was heel ingewikkeld, omdat een begroting eigenlijk niet meer het moment is waarop je heel erg de strategische keuze voor de stad maakt. Nee. Dus we hebben toen met z'n allen ook wel geconcludeerd. Eigenlijk is dit een beetje het verkeerde moment. Ja. Want als je iets hoort vanuit de stad, dan wil je er ook iets mee doen. Mm-hmm. En we hebben toen die dag rondom de formatie gehad, waar we het toen over gehad hebben. En toen is er ook wel eens gezegd van ja, maar wat komt daar nou van terug? Mm-hmm. Nou ja, deels vind ik, je kunt niet alles één op één vertalen, maar ik heb die verslagen gewoon wel liggen. En op het moment dat onderwerpen aan bod komen, dan pak ik ze er wel weer bij van hé, wat heb ik gehoord? Zie ik daar namen van mensen, benader ze. Ik zou daar veel meer mee willen doen. We hebben gelukkig met Arnhem Centraal die motie over burgerparticipatie. Ik vind echt dat we na moeten denken over hoe we het vertrouwen in politiek, en dan heb ik het even niet over de bestuurscultuur, dat maakt daar natuurlijk ook onderdeel van, maar vertrouwen in politiek, mensen kijken naar politiek van het is niet altijd positief wat je leest, en als je reacties onder artikelen leest, en uiteindelijk kunnen we met elkaar, met bewoners kunnen doen. En misschien moet je social media ook niet zien als de gemiddelde samenleving. Ik zou heel graag, want er zitten heel veel ideeën in die stad. En als ik iets uit die dagen heb gehad, dan komen toch 200-300 man. Er is in Muzes heeft het college nog een keer iets georganiseerd. Er kwamen ook 300 man op af. Mm-hmm. Dat zijn veel mensen. Veel mensen die dus gewoon mee willen denken, die mee willen praten. En ik wil dat we daar iets mee doen. En ik weet niet precies hoe. En dat kan het college doen in een voorstellen. Hè. Als je een plan maakt in de stad, dan moet je dat goed van tevoren. Niet op het moment dat het helemaal klaar is presenteren van dit gaan we doen. Maar van tevoren mensen mee laten praten. Maar ik zou ook graag zien dat we als raad
zelf. Als je het hebt over die rol die je als raad pakt, dat we veel beter omgaan met de betrokkenheid van de inwoners van de stad. Met die bereidheid om met z'n honderden naar het stadhuis te komen om over thema's te praten. En ik vind het meest spannende, vind ik, op het moment dat je ideeën uit de stad hoort. Ik heb ook mijn eigen idealen. En soms ben je het dan niet eens. Waar elkaar dat raakt. Daar is politiek het mooiste. Ja, ja, ja. We hebben gelukkig is die motie aangenomen, raadsbreed. Is er een werkgroep inmiddels in het leven geroepen. Waarbij we als raad zelf met ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie na gaan denken hoe we dit zouden kunnen doen. En hoe we dingen zoals die Stadsdag, hoe we dat veel permanenter kunnen doen. En hoe we ook echt kunnen zorgen dat een plek krijgt in het politieke debat. Daar komen voorstellen voor. Ja. Ik vind in de nieuwe werkwijze van de raad, vroeger hadden we 5 minuten inspreken en dan gingen we weer door. We hebben nu rond de tafel gesprekken. Ik vind dat al heel erg interessant. Ja, soms is het wat ingewikkeld als je in 3 kwartier, ik heb het wel eens voor moeten zitten en je hebt een tafel vol en ook allemaal raads- en commissieleden die ook allemaal iets vinden. Het is soms best een ingewikkeld gesprek, maar ik vind het hartstikke mooi, want die mensen komen allemaal wel, kunnen meepraten en het is veel meer een gesprek tussen politiek en de inwoners van deze stad, dan dat het iets is van dat ze iets komen vertellen en dat wij vervolgens gaan debatteren. Dus dat is ook wel een voorbeeld van hoe je dat beter kunt doen. En ik kijk er heel erg naar uit om daar de komende periode meer mee te doen, want het gaat me echt aan het hart. Ook heel concreet wat u noemde, u zei van ik wil meer buurthuizen. In iedere plek, wijk moet een plek zijn, mensen op een laagdrempelige manier met hun initiatief terecht kunnen. Misschien sluit het wel aan bijna bij wat u nu zegt, maar het maakt het wat concreter. Ja. Zijn daar al stappen voor? Het college, in het coalitieakkoord is daar ook geld voor beschikbaar gesteld om te zorgen dat er ontmoeten in iedere wijk komt, of dat een buurthuis is, op wat voor manier. Dan moet je met de buurt bekijken waar de buurt behoefte aan, aan heeft. Sommige buurten hebben een buurthuis, maar dan moet misschien iets in het buurthuis gebeuren. Sommige buurten hebben niks en dan moet je misschien wel iets organiseren. Maar wij vinden het als Partij van de Arbeid verschrikkelijk belangrijk dat er in iedere buurt is waar bewoners op een laagdrempelige manier en dan niet met dat het gelijk een huur betaald moet worden, dat je daar gewoon terecht kunt. Dat gaat eenzaamheid tegen, dat zorgt voor sociale verbondenheid. Zo'n plek moet er gewoon in iedere wijk zijn. Maar hoe ver zijn we daar nu mee? Of moet dat nog? Dat wordt nu verder uitgewerkt. We hebben natuurlijk al wat discussies gehad over buurthuizen in Presikhaaf. Volgens mij was Presikhaaf de Oosthof, hebben we het over gehad. Toevallig zijn we daar als raad nu ook een paar keer geweest. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien, want het zijn ook bewoners die het gewoon zelf runnen. Maar we moeten daar de komende tijd mee aan de slag. Wethouder Lauwers heeft het in de portefeuille om die afspraak ook daadwerkelijk invulling aan te geven. En heeft daar dus nu ook gewoon de middelen voor. Hebben we meer buurthuizen? Ik ga volgend jaar spreken. Nou, meer ontmoetingsplekken. Ik vind dat wel belangrijk. Want nogmaals, het kan een buurthuis zijn. Maar als de buurt zegt dat een ontmoetingsplek op een andere manier georganiseerd kan worden, kan dat ook. Nee, precies. Maar plekken waar uiteindelijk buurtbewoners met elkaar samen kunnen komen. Kinderarmoede zei u toen ook, dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat geld echt aan kinderen besteed wordt, zodat ze bijvoorbeeld weer op schoolreis kunnen. Dat gebeurt. Hebben we daar dingen voor gedaan het afgelopen jaar? Nou, dat gebeurt. Er is geld. Het geld voor kinderarmoede is voor kinderarmoede. Wordt daar ook voor ingezet. Ik weet ook dat we bij. Je krijgt ieder jaar altijd iets een debat over geld wat overblijft en wat je dan het jaar erop weer mag inzetten om dat beschikbaar te houden. Daar hebben we het ook weer over gehad, dat wij van vinden dat geld voor kinderarmoede. Het ging toen ook met name om geld wat vanuit het Rijk is gekomen om daadwerkelijk aan armoede. En je ziet bij sommige gemeentes verdwijnt dat in de algemene reserve. Maar hier wordt dat gewoon daadwerkelijk in de wijken voor kinderen ingezet. Dus dat is denk ik hartstikke positief. Ja. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Hè. In Arnhem hebben we nog steeds te maken met relatief veel armoede. Relatief ten opzichte van andere steden van deze omvang. Dus armoede is gewoon een hartstikke belangrijk thema in deze stad. Dat was het vorig jaar, dat is het dit jaar. En dat zal volgend jaar, als we dit item weer hebben, zal dat nog zo. Maar mag ik nog een keer op de agenda zetten? Een van de thema's dat jij aan aanspreekt, die ook nog wel recent actueel is, de biomassa-centrale. Een gevoelig punt. Ik zeg zeker ook voor een partij als die van u wel op dit moment. Wat mixed feelings kan me voorstellen. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen het hele proces? Ik vond het een hele ingewikkelde discussie.
enerzijds, kijk, ik vind dat je nooit het argument we gaan er niet over mag noemen. Maar het feit is wel dat wij die vergunning niet verlenen. Mm-hmm. Dus de provincie is in die zin aan zet. Ik heb me in het kader van dat debat is verdiept in biomassa. En wat ik daar zei, dat was niet omdat ik weer diplomatiek wilde zijn. Mm-hmm. Maar de meningen zijn erover verdeeld. Ja, de mening is wel dat biomassa niet ons einddoel moet zijn. Mm-hmm. Maar het feit is wel dat we vanuit fossiele brandstoffen naar volledig schone brandstoffen, zon, wind, gaan. Daar zit nog een hele stap tussen en daar moet wel iets tussenin. Mm-hmm. Dus ja, alles lezende denk ik wel dat biomassa niet de stap moet zijn waarmee wij onze duurzame energievoorziening kunnen vormgeven. Feit is dat deze biomassa-centrale die is vergund. Mm-hmm. Die is, volgens mij wordt die gebouwd of is al afgebouwd. Ja, toch? Eind van het jaar zou die open gaan. Dat is al klaar. En dan vind ik het wel heel ingewikkeld om op dat moment te zeggen van ja, dan sluiten maar. Want dat betekent nogal wat. Ja, dan natuurlijk kun je zeggen van het is een stinkend rijk bedrijf, Viola is het geloof ik. En ze moeten het maar doen. Maar ja, wij kunnen daar een brief over sturen, onze zorgen uitspreken. Dat college heeft ook gewoon aangegeven. Wij geven onze zorgen hierover wel uit. Mm-hmm. Maar heel veel meer kunnen we daar ook niet in doen. Mm-hmm. Dus hier, politiek, ja, ben ik voor biomassa? Ik geloof op basis van wat ik er nu van gelezen heb, naar aanleiding van het debat, nee, ben ik niet voor biomassa. Mm-hmm. Alleen dat betekent wel dat je realistisch moet zijn. Mm-hmm. Rijden er nog steeds vervuilende auto's rond? Ja, die gaan we ook niet ineens van de mensen afpakken. Mm-hmm. En het feit is dat deze vergund is en dat zomaar stoppen, dat betekent ook nogal wat. Ja, ik kan het. De timing is minimaal ongelukkig. Zou er nu een nieuwe aanvraag komen? Zou u er dan nog weer enthousiast van worden om zo'n centrale neer te zetten? Dat denk ik, dat denk ik niet. Natuurlijk kun je wel afspraken maken over, dat is hier ook geloof ik gebeurd, over wat voor hout je daar nou in stopt. Maar met de discussie die we gehad hebben, met wat ik erover lees, met hoe het leeft in de stad, geloof ik niet dat wij meer biomassa-centrales. Nee. Maar dat staat los van degene die hier nu op de Kleefse Waard staat. Ja. Een paar vragen van collega's die ze graag aan u wilden stellen. Laten we beginnen met die van Matthijs Loor. Die zegt, wat is het belangrijkste dat u in maart 2021 met elkaar, even belangrijk om samen te werken, bereikt zou willen hebben in Arnhem? Nou ja, ik heb werk als belangrijkste thema genoemd. Dus inhoudelijk zeg ik werk. En ik wil die trend waar we het over gehad hebben en die doelstelling gewoon gehaald hebben. En dat moeten we ook met elkaar doen. Het zijn ook nog verschillende portefeuilles van wethouders. Dus het is ook een hele mooie die eigenlijk een beetje over de hele raad heen hangt. Dus in die zin is die inhoudelijk is die ook wel heel mooi. Want dan haakt die misschien ook wel een beetje op bestuurscultuur aan. En de tweede is, ik zou heel graag willen dat wij dat rapport waar we het net over hadden, dat we daar echt een slag in maken. Ja. En als ik er dan stiekem toch een derde mag noemen, die burgerparticipatie. Oh. Die motie is dat we daar echt de slag in hebben gemaakt om de bewoner dichter bij de politiek te brengen. Ja, helder. Haakt er misschien een beetje op in wat u zegt, hè, dat rapport. Maar mevrouw Papen vraagt, wat gaat uw fractie eraan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Ja, we willen dat positieve beeld neerzetten. Kijk, ik gaf net al aan, ik zou heel graag zien dat we vanuit wat er nu gebeurd is, dat ik ben me ervan bewust dat dat weer het slechte beeld van de Arnhemse politiek, dat is er niet beter op geworden. Maar we zullen het wel met z'n allen 39 moeten doen. Ik heb een paar keer gezegd dat ik die spiegel voorhoud. Dat doe ik oprecht ook. Ik hoop echt dat wat we nu aan het doen zijn, dat uiteindelijk leidt tot een verbetering. En daar wil ik zelf heel graag aan werken. Ik hoop ook dat mevrouw Papen, als ik iets zou doen of bijdragen wat niet bijdraagt aan die politieke cultuur, mag ze me daarop aanspreken. Sowieso van de Partij van de Arbeid is dat wij hebben dit heel nadrukkelijk ook in de gesprekken nu met de verkenners hebben wij de bestuurscultuur genoemd. Dat heb ik niet voor niks gedaan. Dat hebben wij niet voor niks gedaan. Nee. Dus wij willen daar echt daadwerkelijk iets aan veranderen. Mm-hmm. Mevrouw Dobbe van de SP, die vraagt zich af of het met de kennis van nu niet toch verstandig was om het Sociaal Noodfonds, wat er nog was, deel deze periode ook, om die in stand te houden, zodat er nu niet meteen
ja, de nood aan de man was eigenlijk geweest qua zorgtekorten. Deelt u die mening? Nou, kijk, hier zou je een heel verhaal over kunnen houden, want het is, hij komt vanuit de SP. En wat we zien is dat er in de afgelopen jaren dat wij die zorgtaken naar de gemeente zijn gekomen, dat de manier waarop het sociaal noodfonds is iedere keer gebruikt om geld wat tekort is weer aan te vullen. Dan zou je denken, ja, dan werkt die dus heel goed. Maar als je constant geld bij moet vullen, dan volgens mij moet een noodfonds iets zijn van als je een keertje een tekort hebt, dan haal je er geld uit en als je over hebt, stop je het er weer in. Dan is het een potje om iets. En het is gebruikt om eigenlijk iets wat je. We hebben gewoon veel te weinig begroot. Ja. En, we hebben minder geld in onze zorgbegroting gestopt dan dat we van het Rijk krijgen. Daarnaast is In de vorige collegeperiode is er ook nog een transformatieopgave in die begroting gestopt. Dus er zat gewoon heel veel lucht in die begroting. En vervolgens is dat verbloemd met een sociaal noodfonds. Dan vind ik hem niet sociaal meer. Ik vind dat er gewoon voldoende geld in de begroting moet zitten om onze zorgtaken te betalen. Als we daarnaast iets hebben, en of dat nou in de algemene reserve zit of in een sociaal noodfonds zit, dat als we een keer een klap hebben, dat je dat opvangt, maar ook positief. Maar dan is het wel echt een noodfonds en niet een maskeerfonds. Oké, dank u wel. Dan tot slot. Vorig jaar zijn we ook even geëindigd met een cijfer voor uw partij en uzelf. Daar ben ik dit jaar natuurlijk weer even benieuwd naar. Uw partij allereerst. Weet u nog wat vorig jaar was? Volgens mij had ik ons een 7 gegeven. Nee, 7,5 was 7,5. De partij. Ja. Had ik mezelf een 7, denk ik. 6,5, 7 zei u toen zelf. Ja, dat dacht ik ook. Ja. U zat zelf, ja, was heel bescheiden over uzelf. Ja. Hoe zou dit jaar zijn voor uw partij? Voor mijn partij, ik vind het zeker beter. Ja. En dus ik ga naar een 8. Okay. Ik vind namelijk dat we op belangrijke thema's, voor ons belangrijke thema's, zichtbaar zijn geweest. Ik ben, als het gaat om doorbraak naar werk, ook de moties die we daarbij hebben gehad. Als het gaat om werk, wat we daarbij gedaan hebben. Ik vind dat op de sociale thema's waar het echt gaat om mensen. Dat heb ik volgens mij de volgende keer. Wij willen er heel graag zijn voor mensen. En dat we dat hebben kunnen laten zien in deze periode. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Even los van dat er... Dat als het gaat om bestuurscultuur en dergelijke, dat wij daar natuurlijk op iets in. Dus uw partij een 8 en u zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt? Of? Ik blijf op die 7. Okay. Ik denk dat ik hem gelijk hou. Ja, u zei 6,5, 7. 6,5, 7. Dat, nu stabiele 7. Ik hou hem op 6,5, 7. Okay. En dat doe ik omdat ik vind dat ik volgend jaar misschien nog wel iets zichtbaarder mag zijn als fractievoorzitter. Wij zijn de kleinste partij in de coalitie en dan mag je zorgen dat je wel zichtbaar blijft. En daar vind ik dat ik het voor ons beter kan doen en dat is iets wat ik als fractievoorzitter kan doen. Okay. Dus ik wil hem nu hetzelfde houden om te zorgen dat ik hem volgend jaar mag het 7,5-8 worden. Ja, precies. Hartstikke goed. Oké, en de armoedspolitiek misschien als geheel? Kan die ook nog een cijfer krijgen van u? Een cijfer? Ik vind hem als geheel, geef ik hem toch die 7. Ja. En dat komt omdat ik namelijk hele mooie samenwerkingen wel heb gezien. Die heb ik gezegd, het is niet alleen kom ik wel, maar dat er natuurlijk heel veel verbetering nodig is als het gaat over de bestuurscultuur.